Goedendag. mijn naam is Bart Ducro, en ik heb een presentatie voorbereid over het inteeltbeleid in het Friese paard. Hoe moeten we daarmee omgaan? Um, even wat achtergrond over uh, inteelt. We hebben het met het Friese paard hebben, te maken, over een, hebben te maken met een gesloten ras uh, en we weten in een gesloten ras zal inteelt altijd stijgen, zal altijd toenemen en dat heeft ermee te maken dat de paarden worden meer en meer verwant met elkaar. En het paarden van verwante dieren betekent inteelt in de volgende generatie. Op zich hoeft dat helemaal geen probleem te zijn, zolang het maar geleidelijk gebeurt. En uh, hier in deze grafiek zie je dat de inteelt naar de volgende generatie, van generatie 1 naar generatie 2, is een half procent. En we beschouwen dat als een veilige marge voor de inteeltoename naar de volgende generatie. Uh, je ziet hier ik heb twee maal die grafiek erin gezet uh, boven elkaar en daarmee wil ik eigenlijk aangeven dat het beginniveau dus in generatie 1 het beginniveau van intilt is niet bepalend voor het gevaar van intelt. Uh, maar het is juist de inteel toename naar de volgende generatie die bepalend is voor het gevaar op, uh, uh, op en nadelige gevolgen van intelt in de volgende generatie dus met lage inteelttoename geven we eigenlijk de populatie de gelegenheid om zich te herstellen van het verlies van genetische diversiteit. In geval van hoge inteelt, zoals je hier ziet in de rode lijn, boven de 1% per generatie, ja, dan komen we in een gevarenzone en zullen we last hebben van uh, erfelijke gebreken. Althans, een risico hebben op verhoogd aantal erfelijke gebreken in de volgende generaties. Dus dat willen we niet. Nou, als we gaan kijken van hoe is de inteeltverloop geweest in de geschiedenis van het Friese paard. Hier in deze grafiek zie je dat uitgezet per geboortejaar van de veulens. Wat is de inteelttoename, oftewel het verschil van de gemiddelde inteelt van de veulens geboren in dat jaar in vergelijking met hun ouders. En is dat nou inderdaad boven de 1% of zitten we in de veilige zone van onder een 1% en het liefst bij die half procent. Nou, in deze grafiek zie je de groene lijn, de horizontale lijn, is de half procent grens en de rode lijn daarboven is de 1 grens en het hele rode vlak daarboven is alles boven de 1 procent. Je ziet dat in de laatste jaren we duidelijk onder de 1 procent zitten en zelfs een bepaalde periode op een half procent met een lichte stijging deze laatste paar jaren. Op 0,7 procent. We zitten dus in de veilige zone. En deze, 0, deze stijging naar 0,7 procent zou ik niet als uh, gevaarlijk beschouwen. Hooguit als van nou, dan moeten we misschien weer eens wat aandacht aan besteden aan de inteeltoename. Deze uh, daling vanuit de gevarenzone van deze ro uh, rode uh, grafiek, rode vierkant bedoel ik, naar de half procent, die is een gevolg. Van uh, maatregelen die zijn genomen ten aanzien van dekbeperking en het publiceren van verwantschapsgraad van de fokhengsten. Dat heeft de gemeenschap, de leden, het, uh, laten zien: van oké, okay, we kunnen wat doen om de inteelt naar beneden te krijgen, en uh, bepaalde hengsten zijn, als omdat ze lager verwant zijn, zijn, meer gebruikt dan we hadden verwacht uh, op voorhand op basis van hun fokwaarde. Dus daar zien we een gunstig effect van. En dat heeft inderdaad heeft dat geleid tot een succesvolle terugdringing van de inteeltoename in de afgelopen uh, jaargangen. Maar kijk eens waar we vandaan komen. Dat is nogal een hoge inteeltoename geweest in het verleden. En daar hebben we helaas nu de wrange vruchten van. De erfelijk gebreken waar we nu last van hebben, zijn een gevolg van te hoge inteeltoename in het verleden. Uh, minimaal 30 jaar terug, en dat is in de jaren 90, de inteeltoename die we toen zagen, hebben uh, deze erfelijke gebreken uh, veroorzaakt. Wat is nou werkelijk de oorzaak van die te hoge inteeltoename? Uh, in het algemeen, de het hoge inteeltoename heeft te maken met te weinig aantallen fokdieren. En geldt dat nu ook voor de Friese populatie? Hebben we te weinig fokhengsten en merries? Gebruiken we die? Nee, eigenlijk niet. Jaarlijks worden er 90 fokhengsten worden de ge gebruikt om ongeveer 4000 merries te dekken, die dus de, uh, de veulens produceren. En als je daar berekeningen op loslaat, dan kom je ongeveer op een in-til-toename van minder dan 0,1%. Dus heel veilig zouden we daarmee moeten zitten. Maar daarmee maken we wel een hele belangrijke aanname, dat ze allemaal evenveel nakomelingen gaan produceren. Dus een gelijk gebruik daarvan. En is dat het geval? Nee, dat is niet zo. We hebben een aantal hele populaire hengsten die heel veel nakomelingen geven. Uh, en hun inbreng, hun inzet is ten koste van de overige fokkengsten. Eh, dat is nog eens een keer hier in deze grafiek, deze kleurrijke grafiek weergegeven. Dit zijn de uh, aantallen nakomelingen in procenten die de bovenste, de meest populaire tien hengsten gaan, uh, gaan geven. De gele lijn die je daar doorheen loopt, die geeft eigenlijk aan hoeveel nakomelingen ze eigenlijk zouden moeten geven. Als ze allemaal evenveel nakomelingen zouden produceren. En dat betekent, in geval van 90 hengsten die we nu op de lijst hebben staan, dat deze 10 ongeveer gezamenlijk 11% in de afgelopen generaties zouden moeten geven. En dat is dat gele lijntje in de laatste paar jaar wat je ziet. En je ziet. Als je goed kijkt dat drie hengsten dat eigenlijk al uh, voldekken. En we zitten dus met deze tien hengsten zitten we ongeveer op 30% in plaats van de 11% die het eigenlijk zou moeten hebben, wat moeten we er nou aan doen om de inteeltoename te reduceren? Dus de beperkte ongelijke bijdrage van de tophengsten. Dat is een hele belangrijke kern om dat te realiseren. Hoe zouden we dat kunnen doen? We zouden kunnen zeggen van: we gaan meer hengsten gaan we goedkeuren. Maar ja, de vraag is: aangenomen dat we de beste 90 hengsten in de populatie hebben goedgekeurd, de, de aanvullende daarvan zijn dus minder goed. Gaan die nou werkelijk uh, de top beconcurreren? Is de vraag of dat inderdaad zo gaat uh, werken op zich? Een andere zou kunnen zijn om te zeggen van, nou, beperk het aantal zonen per hengsten, want die tophengsten, die hebben zeer waarschijnlijk ook, hun zonen hebben een veel grotere kans om ook fokhengst te gaan worden dan van de mindere goden onder de ronde. Dus, je zou kunnen zeggen, nou, we kiezen maar één zoon per tophengst. Maar ja, welke zoon is dat? Die wordt geboren in een dekkingscarrière van die uh, tophengst, van zeg 10, 15 jaar. Welke moet, is het dan? Dus dat is praktisch om praktische redenen een lastige om uit te voeren. Nou, we hebben in het verleden gezien dat dekbeperkingen goed werkten. Uh, zou die nou wat minder effectief, effectief zijn? Dat zou kunnen omdat de ingestelde 180 dekkingen die we in het verleden hadden, waren gebaseerd op het aantal veulens van 6000 per, per jaar die zouden geboren worden. Nu zitten we op 4000, dus logischerwijze moeten we ook deze dekbeperking gaan, gaan aanpassen daarop. Het andere succesmaatregel, uh, de verwantschapsgetal, uh, is die nog wel effectief? Is het zo dat er te weinig verschillen zitten tussen de verwantschappen van de aangeboden fokhengsten? Uh, het is soms maar 0,5 procent. Dat ziet ik heel, uh, dan denk je, nou ja, waar hebben we het over? Aan de andere kant realiseer je ook dat die in dat was ook maar in half procenten waarom, uh, waar we naar keken. Dus... Ook deze half procent in, in uh, verwantschapsgetallen kan heel bepalend zijn voor de intertoename. We hebben het niet gebruikt als selectiecriterium. We sluiten niet herfokhengsten uit omdat ze te hoog uh, verwantschap hebben. Uh, dat zou een effectievere methode zijn, maar goed, heeft ook natuurlijk wel wat praktische consequenties. En tot slot, we zouden het verwantschapsgetal ook kunnen gebruiken om in de hele populatie te gaan kijken: zijn er niet. Hengsten die nog lager in de verwantschap staan dan de aangeboden hengsten voor de keuring. Dus daar valt wellicht ook wel wat te winnen op het gebied van verwantschapsgetal. Als we nou deze getallen met elkaar gaan combineren, deze opties. Misschien is dat juist de, de oplossing om de inteeltoename verder te gaan inperken. Ook iets om over na te denken. Samengevat. Uh, als je ziet waar we vandaan komen in het verleden met de inteeltoename, dan is er een, zijn er zeer succesvolle maatregelen zijn er, uh, ingepast de afgelopen 20 jaar om deze inteeltoename onder de 1% en zelfs bij een half procent te krijgen. Dus er is wel wat gebeurd. De lichte stijging naar 0,7, nogmaals niet heel erg alarmerend, maar mogelijk wel dat we er aandacht aan moeten geven en dat we kunnen besluiten om te zeggen oké okay, we gaan het aanscherpen. Aanscherpen van de maatregelen die al in werking zijn. Um, en daarmee kunnen we het wel weer terugbrengen tot een half procent. Ofwel, we kunnen het binnen het kunnen we dit verder oplossen ten aanzien van de inteelttoename. Waar we ook aandacht aan moeten besteden, is nog steeds de erfelijke gebreken, waar we nu last van hebben. Nogmaals, dat zijn dus een erfenis van uh, te hoge inteelt in het verleden. En we kunnen dat niet oplossen door nu de inteelttoename naar die half procent te brengen. Daarmee halen we de erfelijke gebreken niet weg. We moeten daartegen gaan selecteren via DNA-testen enzovoort. Een alternatief zou ook kunnen zijn kruising. Daar heb ik niet zo heel veel over verteld nu. Voor mij persoonlijk zie ik meer mogelijkheden en heeft het ook mijn voorkeur om de uh, fokkerij binnen de populatie van het Friese Paard te gebruiken om de problemen op te lossen en mocht dat echt niet lukken, ja dan zie ik kruising als een laatste redmiddel. Maar bedenk ook als we gaan kruisen, vraagt dat nog steeds om een gecoördineerd fokbeleid. En daar zouden we dan nog eens een keer over moeten hebben. Voor nu zeg ik dank voor uw aandacht.